Kijk, als liberalen niet willen nadenken over grenzen, dan zullen mensen met een minder liberale, autoritaire inslag die grenzen wel gaan trekken. Daar ben ik bang voor. Nee, er zijn sommige mensen die zeggen dan, als je zegt we moeten ook nadenken over of er een bovengrens is aan het aantal vluchtelingen wat je kunt opvangen jaarlijks. Dat wordt meteen geïnterpreteerd als met je rug naar de noden van de wereld gaan staan. Er wordt gezegd dat is dan heel erg, je beperkt dan het aantal mensen heel erg wat misschien wel een reële nood is. Maar ik denk uiteindelijk kan een bovengrens kan ook ruimhartig zijn. En waar mijn zorg ligt, is als je, ik denk dus dat de latente agressie rond dit vraagstuk, die ik met name in Duitsland zie, waar heel veel gebeurt nu, voortkomt niet uit het feit dat mensen een humanitaire verantwoordelijkheid afwijzen, maar het gevoel hebben, dit is een open einde. En waar gaat dit eindigen? En ik denk dat dus voor regeringen er heel veel aan gelegen is om dit te stabiliseren en te proberen in een onvoorspelbare, chaotische omgeving waar Europa toch nu in verkeert. Kijk alleen naar de Oekraïne, kijk naar het Midden-Oosten, kijk naar Libië, kijk naar Syrië, noem maar op. Om toch wel te denken, dit is inderdaad potentieel, zit hier een ontzettende druk qua illegale migratie en qua vluchtelingen in onze regio. En we moeten nadenken over manieren om er stabiliteit in te brengen. Niet om met onze rug naar die werkelijkheid te gaan staan, maar juist om duurzaam op een ruimhartige manier daarop te kunnen blijven reageren. Het verdeelt Europa ten zeerste. En een van de gevolgen daarvan is dat Europa daardoor kwetsbaar wordt voor de druk, nou zeg maar Russische chantage van andere landen, bijvoorbeeld vanuit Turkije, waar president Erdogan nu zegt, in ruil voor dat wij jullie helpen met het oplossen van de vluchtelingenproblematiek, willen wij allerlei politieke concessies. Dus die verdeeldheid van Europa, daar betalen we ook echt een prijs voor. Je kunt zeggen, in de crisis is heel veel gebeurd, zijn heel veel instituties gecreëerd. Ik hoor nu de mensen die 2 jaar geleden zeiden, de euro gaat zeker mislukken, hoor ik niet meer zo sterk. Je kunt de parallel trekken nu met de vluchtelingencrisis en zeggen, we hebben in het akkoord van Schengen, het is altijd raar trouwens, hè, historische gebeurtenissen, altijd een hele kleine Luxemburgse dorpjes, maar goed, het verdrag van Schengen, we hebben iets eigenlijk gedaan zonder enig precedent, namelijk de binnengrenzen van Europa zijn geopend. Maar we hebben het halve werk gedaan, net zoals met de euro. We hebben namelijk niet het bewustzijn gehad dat we daarmee een gemeenschappelijke buitengrens hebben. Daar ligt wel een element van de oplossing, namelijk dat we meer moeten doen gewoon in het stabiliseren en beschermen van die buitengrens. Dus over de manier waarop je het precies doet, daar kun je eindeloos over twisten. Maar dat we iets meer nodig hebben aan onze buitengrens dan we hebben gedaan, om niet zo kwetsbaar te worden, dat is wel duidelijk. En niets zegt mij dat we niet zo'n compromis zouden kunnen vinden in Europa. Want dat is natuurlijk de parallel. Mensen die nu zeggen van ja, die vluchtelingencrisis is onoplosbaar. Dat gaat Europa helemaal uiteen doen vallen. Dan kan je zeggen, nou nee, misschien zal hier ook in de crisis de inventiviteit en uiteindelijk de wil om het samen op te lossen zegevieren. Dus je moet wel enorm uitkijken, vind ik, voordat je landen gaat dwingen om dingen te doen. Ik denk dat Europa alleen maar functioneert bij een gewild compromis waarin alle landen met hun belangen, hun tradities, hun plek kunnen vinden en zich kunnen herkennen. Het is nu 2015, 2016 gaat de vluchtelingenstroom natuurlijk ook gewoon door. Dus we moeten aan Europa maar aan wennen dat we ze blijven komen. Nee, we moeten vooral in Europa ons de vraag stellen, wat is een redelijke morele verplichting die we kunnen aanvaarden? Wat is een duurzame verplichting die we kunnen aanvaarden? Niet een jaar, maar 10 jaar, 20 jaar lang. Hoeveel vluchtelingen kan een land opnemen met het respecteren van de cultuur van burgerschapsrechten die we hebben? Want uiteindelijk zullen vluchtelingen toch blijven over het geheel genomen en ook toegang tot die burgerschapsrechten hebben en moeten hebben. Wil je een samenleving niet duurzaam verdelen. Dus ik denk wat Duitsland nu doet niet een, uiteindelijk een ethiek is die je kunt volhouden. Je kunt wel een jaar lang je openstellen en zeggen 1 miljoen mensen dat kunnen we aan. Maar ook in Duitsland is het besef heel duidelijk. En ook bij Merkel denk ik uiteindelijk dat je dat 1 jaar kunt doen, maar niet 2 jaar. Misschien nog 2 jaar, maar zeker niet 5 jaar of langer. Dus er zijn grenzen aan de morele verplichting die je op je kunt nemen als samenleving. En daar moeten we echt over willen nadenken. Of dat kan binnen het huidige vluchtelingenverdrag, dat weet ik uiteindelijk niet. Ik zie wel dat landen als Amerika, Canada en Australië gewoon een bovengrens stellen aan het aantal vluchtelingen wat ze jaarlijks opnemen.
In ieder geval moeten we daarover nadenken. Willen we dit volhouden op termijn?